Wanneer zijn jullie hier gekomen? Dinsdag aangekomen en woensdag kwamen we voor het eerst naar training. Woensdagochtend. Heb je ook een training gemist? Nee, nog niet. In Nederland gaan we gewoon mee naar alle uit- en thuiswedstrijden. En we hadden zoiets, nou, we willen ook een keer mee op trainingskamp. En Marbella is toch makkelijker bereikbaar dan Oman bijvoorbeeld. Hoe vindt u dat de groep ervoor staat? Ja, goed. Heel goed. Wij zijn, en dat blijkt ook uit de testen en de resultaten die we daaruit krijgen, dat we heel fit zijn. Iedereen verwacht natuurlijk dat we de lijn doortrekken vanuit de periode vlak voor de winterstop. En dat was natuurlijk een hoog niveau in allerlei opzichten. We zullen zien of we dat kunnen bereiken, want we hebben voor onszelf de lat hoog gelegd. Heb je nog contact gehad met bepaalde jongens? Ja, ik zie ze elke dag. Dus af en toe bij ze in de kleedkamer een praatje maken. Dus het is alleen maar leuk dat ze hier zijn. Mis je ze al een beetje? Gewoon mee trainen met de ploeg? Ja, ik moet eerlijk wel zeggen dat ik het wel mis eigenlijk. Maar ja, het zij zo. En ik ben nu voor Marokko uitgekozen en ik ben blij dat ik hiervoor mag uitkomen. En, ik vind het jammer dat ik het proces niet heb kunnen meemaken. Eigenlijk het begin weer van de tweede helft van het seizoen. Maar ik hoop snel mogelijk weer aan te sluiten met Feyenoord.